voordat ik begin, wil ik even vertellen dat ik de ziekte van Parkinson heb. En dat ik daarom last heb van woordvindingsproblemen. En ook niet af en toe de draad van het verhaal kwijtraak. Vandaar dat ik de tekst erbij hou. Ik sta nu hier, na 25 jaar achter de schermen theaterkostuums en requisieten te hebben gemaakt voor het Rijswijks Jeugdtheater. Daar werkte ik achter de schermen, met weinig applaus. Maar dat kan ik nu niet meer. Nu maak ik veel te handwerken. Applaus is er nu wel, want er zijn mensen die mij zien. En als hoogtepunt, mijn eigen expositieruimte in het Prinsenhof voor de door mij gemaakte handwerken. Ik sta nu hier. Ik heb de ziekte van Parkinson en daar is te weinig over bekend. Het beeld is een oude, trillende, kromme man. En niet dat van een schoolgaand meisje van 13 jaar. En wist u dat maar de helft van de mensen trilt? Er moet dus goede informatie komen over de ziekte van Parkinson. Dus sta ik hier. Organiseer ik informatieve avonden in het Parkinsoncafé. En gezellige ontmoetingen in het Parkinson Praathuis. Om aandacht voor deze ziekte te krijgen, doe ik nog een hoop meer. Zo heb ik afgezeld van de 185 meter hoge Euromast. En sprong ik uit het vliegtuig boven Rotterdam, ook fiets ik jaarlijks de Kouberg met pijp voor Parkinson. Maar nu sta ik hier. En ik wil dit moment graag gebruiken om het boek Ommetjes door het Parkinsonbrein onder de aandacht te brengen. Door een gedicht voor te lezen uit het boek van iemand die ik zeer bewonder, Marina Noordegraaf. Dankjewel. Het feest de herkenning. Als ik mij in jou herken, dan kan ik zijn zoals ik ben. Dan kan ik zeggen, zie je wel, het is niet raar wat ik vertel. Jij kent het ook, de stijvigheid, gebrek aan stressbestendigheid. De angst, de wispelturigheid, de pijn, de kramp, de eenzaamheid. De arm die niet meebeweegt. Het huisgerei dat tegenspreekt. De feestjes die je overslaat, omdat je snel bent uitgepraat. De afslag die je nemen moest. De wissels die zijn vastgeroest. Je zelfbeeld dat aan wankelen slaat. Een toekomst die verloren gaat. Met laten gaan wat is geweest, help je mij nog het allermeest. Ik ben niet gek, het is niet mijn schuld. Het is Parkinson in mij gehuld. Als ik mij in jou herken, dan mag ik zijn zoals ik ben. Kan ik mijn weerstand gaan parkeren en begint het tijd te keren. Ontstaat er ruimte voor iets nieuws. Marina. Hier sta ik nu, in mijn zelfgemaakte rok. Mijn rok is te groot voor mij alleen. Ik kan er niet meer uit de voeten. Dus hulp vragen is wat ik zou moeten. Aan mensen die me helpen willen met het dansen en de rok te dragen. Een rok die net als Parkinson vol verrassingen zit. Op de binnenste rok zit een tulp met de letters PD. Daar staat voor Parkinson disease. De tulp is het internationale symbool van de Parkinsonbeweging. Bedankt voor uw aandacht. APPLAUS.